Gisteren in Big Brother Vlog zagen jullie hoe dat Team Groen het ballenspel won. Hoe Ilse ergde aan het gesnurk van Lindsay. Vandaag komen we te weten wie de twee nieuwe bewoners zijn. Welkom in Big Brother Vlogs. De bewoners hebben ondertussen kennis gemaakt met de nieuwe bewoners, Ias en Jacqueline. De rust is terug na enkele akkefietjes in het huis. Het zal vast de hele dag kalm en gemoedelijk blijven in het huis. Toch Big Brother? Of toch niet? De leden van het winnende team nomineren leden uit het verliezende team. Het is weer tijd voor de Power of Nomination spel. Heeft het iets met schokken te maken of toch niet? Het winnende team moet nomineren op het verliezende team. Michelangelo, pak je tijd. Je hebt hem! Ja! Team Roze heeft een Power of Nomination gewonnen en dat betekent dat Team Groen gevaar loopt. Ik denk Rob. Ik denk dat ik er wel op ga staan. Als ik mijn eerste gevoel, denk ik misschien eerder u aan dan Charlotte. Juist niet betrouwbaar. Maybe, ja. En dan is het nu weer tijd voor Jason zijn nachtelijke dromen. Heb zo, nee, niet doen. Er liggen messen in het team. Iedere week heeft een bewoner kans Big Brother's Secret Room in te gaan. En deze week kiest een kijker de bewoner. De Dolf. Bart heeft net als Danny een van de 10 puzzels succesvol opgelost. Zo hebben beide mannen nu 1 punt in het Secret Room klassement verdiend. Nog 8 puzzels te gaan. Ali wil graag Kiara beter leren kennen, of moet ik zeggen een stuk beter. Je ziet toch niet elke dag een meisje met groene ogen? Die groene ogen spetteren meer dan ooit. Gezellig. Wil je met mij daten? Gezellig avondje met mij. Nee. Zou je... Echt? Oké, dankjewel. Doei. Het roze team heeft 3 namen moeten nomineren van het groene team. Na een bewogen nominatieavond zoeken Jason, Lindsay, Michelangelo even verkoeling in de frisse avondlucht. Ik word een beetje onrustig, merk ik, van alle gedachten en drukte, dus ik ging even buiten lopen. Maar qua leven en qua interesse zit je toch best ver uit elkaar. En dan is het nu tijd om de genomineerden bekend te maken. De genomineerden zijn... Danny. Ilse. Rob. Voor even wat bij te komen van de nominaties zorgt Charlotte voor wat ontspanning bij elke bewoner. Dus echt heel diep en je gaat proberen zo ver mogelijk te gaan. Namaste. Op het moment heeft Charlotte de meeste coins met 35 coins. Jolien, Ilse, Lindsay, Sharon en Bart hebben 0 coins. De mannen hebben een drag queen avondje gehad. Wie is de mooiste drag queen voor jou? Laat het me weten hieronder in de reacties. Je ziet eruit. Charlotte had zin om een grapje uit te halen met haar medebewoners. Alhoewel de stemming er goed in zit in het huis, zijn er ook irritaties. Wat is dit? 5 balken. Alsjeblieft, stil voor. Nee, doe eens normaal. Doe zelf normaal. Dus ik vroeg aan hem, kan je dat even opruimen? Mag nee. Hé, ja, het wordt opgeruimd. Het wordt opgeruimd, hè? Ondertussen weten we wie van de 3 in het huis mag blijven. Is dat Rob, Ilse of Danny? Maar wie moet er dan wel naar huis? De naam dat verschijnt op het scherm, die blijft. De ander gaat naar huis. Voel je? Ja, een beetje lastig, want allez, ik had gedacht er nog een paar spelen te kunnen meedoen. Je was een fantastische spelerbewoner, dankjewel. Een groot applaus voor Ilse. Deze week wordt het Confusing Week. Confusing is het Engelse woord voor verward. Maar hoe dit verder loopt, zien we volgend weekend. Doe een duimpje omhoog, abonneer gratis op mijn kanaal en klik het belletje aan als je op de hoogte wil blijven. En dan zie ik u heel graag terug volgend weekend in de nieuwe aflevering van Big Brother Vlogs.